Je zet langs mij, kijk je op een heel mooi gedeelte van Amersfoort. Jij staat heel hoog op de kandidatenlijst om burgemeester te worden van Amersfoort. Je hebt nog even één moment om uit te leggen aan ons wat jou de beste kandidaat voor burgemeester van Amersfoort maakt. Wat maakt jou, Lisette, de beste kandidaat voor de burgemeester van Amersfoort? Lisette, aan het volgen. Wat maakt mij nou van alle kandidaten de beste burgemeester van Amersfoort? Ik kom hier niet vandaan. Dus ik kijk met een compleet andere bril. Want ja, als je hier namelijk woont, dan weet je alles al. En dan ga je aan de meest logische dingen voorbij. Maar wanneer ik burgemeester word, dan kom ik hier en dan weet ik eigenlijk nog helemaal niks. Dus ik moet helemaal vanaf nul beginnen. En er helemaal op inlezen. En ik ga hele andere dingen ontdekken. Die degenen die hier wonen, allemaal al weten. Dus ik stel me er helemaal voor open. Ik ga de straat op. En ik zeg, hallo, ik stel mijn kandidaat als burgemeester. Ik kom hier niet vandaan. Wat vind jij nou het leukste aan jouw eigen stad? En dan ga ik hem opschrijven. En ik ga er iets moois van maken. En ik ga erover bloggen. En ik ga erover vloggen. En ik ga de stad ontdekken. En ik zeg tegen iemand op straat, neem mij mee vanavond. Het stadsleven in. Het avond, het nachtleven in. Wat heeft Amersfoort mij te bieden? Ik vind architectuur heel erg leuk. Archeologie. Volgens mij heeft Amersfoort daar heel veel mooie dingen in te bieden. Dus waarom ben ik nou, ik van al die kandidaten, de allerbeste kandidaat voor burgemeester? Omdat ik er onbevangen in sta. Omdat ik en ik alleen de beste burgemeester kan zijn voor alle inwoners